Goedendag, welkom bij een uitzending van NTTV. Vandaag is onze gast Rick Beck, de CEO van de Rotterdamse Broekman Groep. Onder meer actief in logistiek en zware lading. En nog een heleboel meer, maar daar komen we zo over te spreken. Welkom Rick, leuk je om je hier als gast te hebben. Ik wilde even beginnen met een kleine, hele kleine carrière blik. Je bent in 2009 was je jong haventalent van het jaar. Je bent begin dit jaar CEO van de Broekman Groep geworden. Dat is nogal een steile carrièrelijn. Hoe kijk je daar zelf naar? Ja, stijl of niet. Ik heb in ieder geval een hoop geleerd. En hij is wat steiler dan gemiddelde carrièrelijnen. Dat klopt helemaal. Ja, het is eigenlijk zo gegaan dat ik in Rotterdam ben gaan studeren economie. En niet precies wist wat ik wil doen. Gaan specialiseren in haven- en transporteconomie. En uiteindelijk de Master Urban Port and Transport heb gehaald. Ben gaan afstuderen bij Broekman. En eigenlijk zijn die afgelopen 15 jaar enorm snel gegaan. En is het natuurlijk fantastisch om nu leiding te mogen geven aan de hele organisatie. Van een groep van hoeveel mensen? Ja, ongeveer 1000 man, kleine 1000 man in 6 landen actief. Ja, welke dus, landen? We zitten in China, India, Polen, Tsjechië en dan België en Nederland. Oké, daar komen we misschien straks nog over te spreken, over die verschillende markten. Ja, leuk. Zoals ik net zei, je bent sinds begin dit jaar CEO van de Broekman Groep. Je bent de opvolger van Raymond Riemen, een grote naam in de Rotterdamse haven, onder andere havenman van het jaar geworden. Nou ja, wat wij ervan begrepen hebben, is dat er een conflict is geweest tussen hem en de grootaandeelhouder, zeg maar. En waardoor hij eigenlijk toch plotseling heeft moeten vertrekken. Hoe kijk jij zelf terug op die episode? Nou ja, als we kijken naar mijn hele carrière bij Broekman, is de organisatie continu veranderd. En buiten dat de richting die het bedrijf gekozen heeft en de reden waarom mijn voorganger havenman van het jaar is geworden door de strategische keuzes die toen de tijd zijn gemaakt, is er eind vorig jaar en begin dit jaar een conflict ontstaan. Goed gezegd, na 25 jaar carrière of 25 jaar samenwerking, 21 jaar als CEO, ja, en die conflicten die kunnen gebeuren. Mij is gevraagd om na dat conflict, na de scheiding van de ouders, om het zo maar te zeggen, te passen op de kinderen. Ja, dat is een hele zware tijd ook voor mij geweest, ook persoonlijk. Maar ja, dat pak ik met twee handen aan om te zorgen dat de organisatie in ieder geval door kan lopen. Ja, want jij hebt zelf altijd goed contact gehad met Raymond Riemen, mag ik aannemen. Ja, zeer zeker. 15 jaar samengewerkt, dus dat gaat alleen in goede harmonie. Ja. Maar aan het eind is er een meningsverschil ontstaan over hoe een bepaalde situatie opgelost moet worden. Is er uit het conflict ontstaan en is er besloten om uit elkaar te gaan. En ik moet zeggen, een gemiddelde scheiding gaat misschien iets minder rommelig, maar na een hele lange tijd kan het ook op deze manier verlopen. Ja, zo kunnen dingen lopen natuurlijk. Klopt. Ik heb begrepen dat dat conflict zich toespitste op de positie van de divisie breakbulk terminals. Wat kun je daarover zeggen? Welke positie neemt die divisie op dit moment in de groep in? En hoe is de toekomstvisie daarop? Ja, het is nog steeds een hele belangrijke divisie. We hebben ervoor gekozen om ik heb ervoor gekozen na mijn installatie om met 3 divisies verder te gaan. De reden om het mogelijk af te stoten was niet zozeer omdat breakbulk nou niet de sector was waar je in wilde zitten, maar ook om andere tegenvallende resultaten op te vangen. Maar we hebben nu gekozen voor een andere oplossing. En altijd als er een probleem ontstaat, zijn er veel meerdere wegen die naar Rome leiden. En we kiezen er nu voor om juist die strategische 3-divisiestructuur die we hebben. En daar zal ik zo wat meer over uitleggen waarom we die dan op deze manier hebben gestructureerd. Om die te behouden. Ja. Dus dat staat gewoon. De divisie breakbulk is een kernonderdeel van Broekman. En nou ja, voor de te overziende toekomst blijft dat ook zo. Zonder twijfel. Oké, okay. Precies. Nou, dat is duidelijk genoeg, denk ik. Ja. Dan, je trad aan begin dit jaar, te midden van de coronacrisis. Dat is ook nogal een timing natuurlijk. Ja, inderdaad al een behoorlijk interessante periode achter de rug, om het zo maar te noemen. Een wereldwijde pandemie is voor een speler die wereldwijd actief is altijd een grote uitdaging. En heeft natuurlijk invloed op diverse vlakken.
Misschien kan ik een paar voorbeelden geven waarin ik uitleg hoe dat ons geraakt heeft. Aan het begin zagen we eigenlijk dat de freight forwarding kant een stuk rustiger werd. En dat we tegelijkertijd... Aan het begin van de uitbraak van de corona. Precies, maart 2020. Ja. Dat in een stukje rustiger werd. Maar tegelijkertijd hadden we corona-uitbraken op onze operationele locaties. Waar mensen dan wel de logistieke keten voor de chemie of schepen moesten laden en lossen op de breekbulk. Ja. Wat we daar gezien hebben is een heel mooi staaltje teamwork. Eigenlijk de mensen van onze freight forwarding, expeditieafdeling en de mensen van onze commerciële afdeling zijn naar de terminals gegaan om de boel maar open te houden. Okay. Gelukkig konden we de uitbraken heel snel inkapselen en waren 2 weken later met iedereen met minor klachten gewoon weer terug. Maar we hebben op die manier ook kunnen doordraaien. Dan zie je echt dat Broekman en dat de mensen die bij ons werken een team vormen om uiteindelijk het beste te doen voor onze opdrachtgevers. Oké, maar in het begin zijn jullie als organisatie dus ook behoorlijk getroffen. Ja, absoluut. Het heeft ook geresulteerd in wat langzamere besluitprocessen bij bepaalde nieuwe accounts die we nodig hadden voor onze groeisector, warehousing en distribution. En het heeft ook geleid tot minder productie in de automotive met name. En het eindresultaat is wel dat 2020 voor het eerst in onze 60-jarige historie we een negatief resultaat hebben moeten boeken. Ja, ja. Ja. En hoe ontwikkelt ze dit jaar? Dit jaar ziet er echt wel weer een stuk beter uit. We zien dat we door en wat groei en bijtrekken van de bestaande klanten we het wel weer een stuk beter doen. Daarnaast hebben we ook een aantal dingen gedaan om behoorlijk te snijden in de kosten. Wat er ook bij hoort om de volgende stappen te kunnen maken. Oké. Kun je daar iets gedetailleerd over zijn? Snijden in de kosten? Is dat bepaalde activiteiten? Ja, als we kijken op onze warehousing en distribution tak. Daar hebben we eigenlijk iets te lang in een te groot pak voor ons lichaam geleefd. Dus we zijn daar het pak, of eigenlijk de vierkante meters, wat aan het afstoten en aan het inkrimpen. Zodat het beter past bij het klantbestand wat we op dit moment hebben. Ja. Ja. Oké, dus met name die divisie? Ja, met name die divisie. En dat gaat dan met name ook over de locaties die we hebben in Antwerpen. Waar we echt die stappen moeten zetten. En onze locatie in Rotterdam. Oké. Maar betekent dat Antwerpen wordt afgebouwd? Nee, betekent dat wij daar het aantal vierkante meters wat wij vast gebruiken verminderen. Daar zijn we met onze partners in overleg over hoe we dat kunnen doen. Tegelijkertijd zijn we daar ook met klanten aan het investeren in nieuwe projecten. Mm-hmm. Je kan niet krimpen naar succes, dus het moet altijd gepaard gaan. Aan de ene kant heel voorzichtig op de kosten, maar de andere kant zorgen dat je investeert in de juiste dingen om met klanten te kunnen blijven ontwikkelen. Ja, oké. En wat is de invloed van de ongelofelijke hoos in de containervaart? We schrijven er zelf dagelijks over, maar de tarieven zijn ongeveer vertienvoudigd volgens mij. Hoe beïnvloeden jullie dat? Nou, behoorlijk. Als wij kijken naar onze expeditieafdeling, of International Freight Forwarding afdeling, dan zien we dat we het enorme moeite hebben om het werk gedaan te krijgen. We hebben aan de ene kant groei in het aantal zendingen die we mogen doen. Wat je ziet namelijk is dat verschepers, de eindklant, degene die de producten wereldwijd vervoerd moeten hebben, die boeken niet meer direct bij de carrier, want de carriers hebben geen plek, rollen je lading. Mm-hmm. En komen eigenlijk weer terug bij het logistieke reisbureau, wat wij dan zijn, ja, de freight forwarder. Ja. De reis wordt complexer, dan heb je weer iemand nodig. Dus we zien dat we eigenlijk behoorlijk groeien in het aantal containers wat we verschepen voor klanten. Daarnaast is de tijd die we eraan spenderen om die containers geboekt te krijgen en vervoerd te krijgen op het juiste moment naar de juiste locatie, is ook verdubbeld. Dus onze medewerkers staan ook enorm onder druk. En daarnaast zijn de eindontvangers natuurlijk niet blij door die torenhoge prijzen. Plus de verslechterende service die eigenlijk de hele sector kan bieden om de spullen op tijd te krijgen. Ja, ja. Dus daar zie je wel echt dat... Maar dat is iets waar je als forwarder, als expediteur, gewoon geen invloed op hebt. Nee, je kan er niks aan doen, maar je moet er wel mee omgaan. Je moet het wel uitleggen aan de eindklant, maar ook aan je eigen medewerkers die dag en nacht bezig zijn om het zo goed mogelijk te organiseren. Want die zijn echt betrokken bij de lading van de klant. En niet alleen bij de container, maar met name wat erin zit. En die proberen de klant zo goed mogelijk te bedienen. Dus het is heel frustrerend als het allemaal niet lukt. Ja.
Maar gevolg wat er, hè, dus dat zijn we aan het oplossen, zijn we bezig. Gelukkig hebben we wel nieuwe systemen geïmplementeerd al 2 jaar eerder. Waardoor het werk iets makkelijker wordt voor de mensen. Mm-hmm. Maar het is wel op een tandenbijten. Dus groot compliment voor de mensen die dat bij ons allemaal moeten doen. Ja. En als we kijken in India, daar hebben we ja, ook COVID-impact gehad. Op een hele andere manier. Ik ben talloze malen in India geweest voor Broekman. Je moet weten, we hebben daar 17 kantoren, bijna 170 medewerkers die direct voor ons werken. En daarna nog wat indirecte medewerkers. Dus India is een hele belangrijke markt. Er zitten wel 15 jaar, is een hele belangrijke markt. Ook een hele ja, stabiele groeimarkt. Ja, maar ga verder, wat was de impact van COVID? Als je daar kijkt naar wat COVID daar gedaan heeft en als je rekening houdt met de infrastructuur die daar is, dan gaat alles anders. Daar zijn we bezig geweest met onze medewerkers om voor iedereen en de familieleden ziekenhuisbedden te vinden om familie van personeel de goede zorg te laten krijgen. Wat ja. we ook gedaan hebben is oxygen tanks, de zuurstof, op alle kantoren neergezet, verdeeld over India, zodat ze ja, voor hun familieleden... Ja, we kennen die beelden natuurlijk, van de journaals, et cetera. Het is echt aan de hand en we hebben dat van heel dichtbij meegemaakt. Als je dan weer kijkt aan de businesskant daarvan, zijn we daar heel sterk in het behandelen van farmaklanten. En ja, daar hebben we natuurlijk ook nog heel druk mee gehad. Dus aan de ene ja. kant ben je echt aan het zorgen voor de mensen die bij je werken. En aan de andere kant ja, is die pharma helpen weer ja, bijdragen aan de maatschappelijke oplossing. Ja, ja, ja. Zeg nog even terug naar die hoos in die containervaart. Je zegt ja, dat levert jullie dus business op in feite. Ja. Je zegt, hè, je ziet dat de klanten in plaats van direct met carriers in zee te gaan, nu met de forwarders. Klopt. Dus nou, dat is een positief effect. Bovendien kan ik me voorstellen, je hebt als, ik zal maar zeggen, als expediteur toch een bepaalde procentuele vergoeding. Als die tarieven zo hoog zijn, dan is die vergoeding dus ook een stuk hoger. Dat klopt ja. toch, of niet? Nou ja, kijk, wat ik net al zei, we doen 2 keer zoveel werk om een zending weg te krijgen. En je moet daar natuurlijk ook voor vergoed worden. Dus uiteindelijk speelt dat ook. Maar we proberen natuurlijk wel die beste oplossing te vinden voor de klant. Ja. Nee, maar goed, dat hoor je als logistieke dienstverlener ook te zeggen. En dat is natuurlijk ook. Nee, maar goed. Maar jullie pikken er dan toch ook een graantje van mee, lijkt mij. Van die... Ja, maar ik verwacht dat dat slechts tijdelijk is. Hè? Want wat ja. ik nu al zie en wat ik hoor van onze klanten, is dat ze toch op zoek zijn naar een stukje dichter bij huis gaan produceren. Het is natuurlijk veel duurder dat je productielijn stilstaat dan dat je hoge zeevrachten moet betalen. Dus wordt er nu weer gekeken naar nearshoring. En dat is voor ons ook weer eigenlijk heel interessant. We zitten natuurlijk in Polen en Tsjechië. Ja. En dat zijn nou ideale locaties om delen van ja, de grondstoffen of de materialen of de chips die nodig zijn in de ketens van onze klanten, om die weer wat dichter bij huis te gaan produceren. Ja. Dus ik verwacht dat het niet op langere termijn op deze manier gaat. Want ja, het loopt nu niet. En het moet weer normaliseren. Ja, dus die beweging naar nearshoring, zoals dat dan zo mooi heet, dat zien jullie echt in de markt aankondigen. Zeg maar. Precies, ik zal niet zeggen dat we al klanten hebben die besluiten hebben genomen om alles te veranderen. Maar wij zijn wel gezamenlijk met een aantal partijen concreet aan het zoeken hoe we dat kunnen doen voor ze. Ja. En dat geeft toch signalen dat niet alleen een woord is wat genoemd wordt, maar dat ook echt partijen daarmee bezig zijn. Wat ook logisch is. Want als je op deze manier afhankelijk bent van grote transportketens die ja, in prijs tussen 6 en 10 keer zo hoog zijn geworden. Ja. En in betrouwbaarheid tussen 6 en 10 keer zo laag zijn geworden. Ja, het is ongelooflijk. Ja, dan ga je kijken naar andere oplossingen. Ja. En dat is heel logisch. Dat kan ik me inderdaad voorstellen. Absoluut. Maar hoe verwacht jij dat zich dat gaat ontwikkelen? Ik heb toch het gevoel dat de markt nu wel zo'n beetje op zijn piek is. Dat er wel enige stabilisatie optreedt. Misschien over een paar maanden dat die tarieven weer eens wat gaan dalen. Ja. Denk je dan dat die partijen waar jij mee contact hebt, toch denken van, nou, misschien is het toch wel handig als we het in elk geval een beetje gaan spreiden of zo? Gevoel heb ik wel. Kijk, hoe lang het duurt is moeilijk te zeggen. Er zijn heel veel partijen die daar meningen over hebben. Dat het niet direct voorbij is. Dat denk ik wel. En dat het nog een aantal kwartalen zal duren, maar daarna weer normaliseert. Maar niet naar het oude niveau, maar ergens daartussenin. Dat verwachten wij eigenlijk wel. Mm-hmm. En ik vind het niet meer dan logisch dat er dan ook gekozen wordt om te spreiden. En die risico's die ja, sommige partijen enorm door geraakt zijn,
Dat er spreiding in productie zal gaan plaatsvinden. Oké. Absoluut. We gaan het volgen. We gaan het zien. Ja. Zeg, ik heb net even zitten kijken. Het vakblad logistiek dat je ongetwijfeld kent, zet Broekman in Nederland als logistieke dienstverlener op een 19e plek. Mm-hmm. Kun je daarmee leven? Ik kan daar prima mee leven. Kijk, wij hoeven niet de grootste te zijn. En wij zullen nooit de grootste worden. Waar wij ons moeten onderscheiden is de beste te zijn. En hoe we dat proberen te doen, is goed te zijn in voorgeselecteerde eindmarkten. Dus wij kiezen ervoor om goed te zijn in verpakte chemicaliënlogistiek. Om goed te zijn in assemblage van land- en bouwmachines. Mm-hmm. En om goed te zijn in het bedienen van de energiesector oud en nieuw. En als je je juist specialiseert in die niches, gaat die grootte en de listings, dat is allemaal niet zo relevant. Je moet juist zorgen dat je de dingen goed doet en dat je daarmee stabiele, rendabele groei kan realiseren. Oké. Dat is eigenlijk de truc. Klinkt een beetje simpel natuurlijk, maar specialiseren op bepaalde segmenten. Absoluut. En zorgen dat je daarin leading. Dan pak ik even terug op die drie divisies die we hebben. Okay. Daarvoor staan die er. Kijk, als we het hebben over de oude en nieuwe energiesector, ja, daarvoor hebben we een heavy lift center in Rotterdam staan, wat onderdeel is van de breakbulk terminals. Voor die verpakte chemie hebben we locaties in Venlo, Antwerpen en Rotterdam, om daar de verpakte chemie met alle regelgeving die erbij doen, excellent te doen. En als we kijken naar de bouwmachines en de assemblage daarvan, hebben we een volledig productiecentrum in Born, in de buurt van de Netcar, waar we de volledige assemblage doen van graafmachines. En juist het hebben van die logistieke assets, unieke logistieke assets, dat vastgoed, en waar klanten aan gebonden zit, dat maakt dat we in onze freight forwarding kant heel sterk zijn in die niches en dat we de eindmarkt van onze opdrachtgevers snappen. Ja. En vandaar is die drie divisiestrategie van Broekman een hele sterke. Okay, en je onderscheidt je daarmee ook wel natuurlijk. Want absoluut. Het is geen kuun en nagel, zeg maar. Die natuurlijk alleen in distributie en logistiek. En die zitten weer wereldwijd, hebben die een enorm sterk netwerk overal gepositioneerd. Ja. En wij kijken wereldwijd naar logistieke partners die juist weer gespecialiseerd zijn in die eindmarken die wij hebben. Want ook in Zuid-Amerika zit een type als Broekman, die enorm sterk is in die niches. En als je daar goed mee samenwerkt, kan je natuurlijk uiteindelijk je eindklanten goed bedienen. Ja, duidelijk. Afrondend, je bent nou, jij zeggen we, CEO. Van... Laten we het wel jij houden, ja. Ja. Alsjeblieft. CEO van Broekman, sinds ruim een half jaar nu. Ik neem aan dat je een bepaalde horizon hebt. Waar wil je, laten we zeggen, over 3 jaar staan met Broekman? Ja. Nou ja, het is inderdaad 6 maanden dat we bezig zijn, maar uiteindelijk is het een ramp-up geweest van 15 jaar. En vind ik de koers die we hebben als bedrijf om aantrekkelijk te zijn voor energieke mensen, beide in het echt het operationele vak, maar ook in het wat hoger opgeleide vak, om daar een aantrekkelijke en leuke werkgever voor te blijven, is een van de doelen. Okay. Daarnaast zien we enorme trend in verdere digitalisering, waar we dan ook weer die kennis en vaardigheden nodig hebben van enthousiaste, energieke mensen die bij ons aan de gang willen gaan. Daarmee kan je eigenlijk groeien in die eindmarkten die we op dit moment bedienen. Mm-hmm. En dat kunnen we op een hele solide manier in de komende 3 jaar voorttrekken. Ja, en die digitalisering, valt daar op dit moment nog veel werk in te verzetten? Ja, absoluut. Als je kijkt naar de logistieke sector en je vergelijkt het met de pakjes. Toen ik net hier binnenkwam, kreeg ik nog een melding dat mijn bol.com pakketje, of eigenlijk die van mijn vrouw, bol.com pakketje de komende 2 uur geleverd wordt. Ja. En als we kijken naar hoe we zitten dan in de logistieke sector, daar hebben we het over dagen en niet over uren. Dus er is nog enorm veel te doen. Ondanks dat wij op onze breakbulk terminals in hoge mate geautomatiseerd al zijn, zijn we nog ver weg van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Melding 2 uur van tevoren zijn we en dan zijn we klaar. Absoluut. Ja, daar gaat het wel naartoe? 2 uur wordt misschien weer krap, maar hangt af wat nodig is voor de partijen. Maar ik denk wel dat het in ieder geval meer gaat over transparantie en visibility van de hele keten. Oké, duidelijk. Tot zover. Bedankt voor het gesprek. Top, dankjewel. Oké.
ook u kunt hier zitten, want deze coronaproof studio is te huur voor uw congres, vergadering of webinar. We hebben alle techniek in huis om u hierbij te helpen. Kijk voor meer informatie op promedia.nl. Ik zie u graag in onze studio.